Segura mais de tudo, gente. Como tá, galera? Tom Chuck. Lembra de Clown Chuck, de Tim Jerry? Pura louco. Tá, galera? Staat hij nu aan? Ja, oké. Okay. Hallo allemaal. Wat geweldig dat jullie met zo ontzettend veel mensen zijn gekomen. Vandaag zijn er al door heel Nederland acties geweest. Wij gaan het met Amsterdam geweldig afsluiten. We gaan zo met z'n allen de straat op om te laten zien en horen dat we niet onzichtbaar zijn. En dat wij onze toekomst belangrijk vinden en dat we een toekomst willen. Maar eerst zijn er natuurlijk een paar huishoudelijke mededelingen. Het programma is als volgt. Eerst zal Puk een speech geven. Daarna zijn we allemaal een minuut stil. Daarna gaan we de mars lopen. En na de mars is er nog een podiumprogramma met een speech, muziek en warme chocolademelk als afsluiting. De sfeerbeheer loopt rond in groene hesjes, zoals deze. Als je een probleem hebt, kan je naar hun toe gaan. We willen graag een vredevolle actie hebben. Dus als sfeerbeheer of de politie je ergens op aanspreekt, luister dan alsjeblieft naar ze. Het belangrijkste is natuurlijk dat jullie allemaal je lichtje laten schijnen. En hier is Puk. Dankjewel, Nick. Ik sta hier omdat we zorgen maken over de klimaatverandering. Wij staan hier omdat we ons zorgen maken over de klimaatverandering. Wij staan hier niet alleen voor onze toekomst, maar ook voor de toekomst van al onze kinderen. Want als we
strijd zo doorgaan met vervuilen, hebben wij geen toekomst meer. Wij komen in verzet tegen de grote bedrijven die nog rustig kunnen doorgaan met vervuilen, terwijl wij in de klimaatcrisis zitten. Wij komen in verzet tegen de regering die denkt dat we... Oké, sorry voor de verstoring met de microfoon. Daarom komen wij in verzet. Wij komen in verzet tegen de grote bedrijven die nog rustig kunnen doorgaan met vervuilen, terwijl wij in de klimaatcrisis zitten. Wij komen in verzet tegen de regering die denkt dat we decennia lang de tijd hebben om de klimaatcrisis te stoppen. Wij komen in verzet tegen de regering die onze toekomst vergooit. Want dat accepteren we niet. Maar we komen ook in verzet tegen het feit dat de mensen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis er het meest onder zullen lijden en er nu ook al onder lijden. Er zijn nu al ongelooflijk veel mensen met voedseltekorten door mislukte oogsten. Er zijn nu al ongelooflijk veel mensen hun huis kwijt door de overstromingen. Er zijn nu al ongelooflijk veel mensen gestorven aan de klimaatcrisis. Die mensen die nu lijden aan de klimaatcrisis, die kunnen niet protesteren. Dus daarom staan wij hier ook voor hun. We zullen nu 1 minuut stilte houden ter ere van de mensen die zijn gestorven aan de klimaatcrisis. Thank you.
新鲜是吧？